President Chandrika Prasad Santokhi is op maandag 28 februari 2022 in de vroege ochtend vertrokken naar San Pedro op het eiland Belize om te participeren aan de 33ste reguliere tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst, welke plaatsvindt van 1 tot en met 2 maart, heeft Suriname de gelegenheid bilaterale gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van Centraal-Amerikaanse landen. Naast de staatshoofdenvergadering zal er ook deelgenomen worden aan de 4e CARICOM SICA Summit op 3 maart. President Chandrika Prasad Santokhi zal aan het hoofd van de delegatie in beide vergaderingen participeren. Met het staatshoofd reist ook mee minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het Surinaamse staatshoofd bekleedt per 1 juli tot en met 31 december het CARICOM staatshoofdenvoorzitterschap. Hij zal zich sterk maken voor het verbeteren, versterken en het vruchtbaarder maken van de samenwerking binnen de CARICOM. Tijdens de CARICOM staatshoofdenvergadering zullen de leiders zich buigen over onder andere de klimaatverandering, de financieel-economische situatie, politieke zaken, luchtvaart en de toerismesector. Ook zullen regionale en internationale disputen besproken worden. Gedurende de afwezigheid van president Santokhi ligt de waarneming in handen van vicepresident Ronnie Brunswijk. President Chandrika Prasad Santokhi is op maandag 28 februari 2022 in de vroege ochtend vertrokken naar San Pedro op het eiland Belize om te participeren aan de 33ste reguliere tussentijdse CARICOM staatshoofdenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst, welke plaatsvindt van 1 tot en met 2 maart, heeft Suriname de gelegenheid bilaterale gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van Centraal-Amerikaanse landen. Naast de staatshoofdenvergadering zal er ook deelgenomen worden aan de 4e CARICOM SICA Summit op 3 maart. President Chandrika Prasad Santokhi zal aan het hoofd van de delegatie in beide vergaderingen participeren. Met het staatshoofd reist ook mee minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Het Surinaamse staatshoofd bekleedt per 1 juli tot en met 31 december het CARICOM staatshoofdenvoorzitterschap. Hij zal zich sterk maken voor het verbeteren, versterken en het vruchtbaar maken van de samenwerking binnen de CARICOM. Tijdens de CARICOM staatshoofdenvergadering zullen de leiders zich buigen over onder andere de klimaatverandering, de financieel-economische situatie, politieke zaken, luchtvaart en de toerismesector. Ook zullen regionale en internationale disputen besproken worden. Gedurende de afwezigheid van president Santokhi ligt de waarneming in handen van de vicepresident Ronnie Brunswijk.